Hallo iedereen, dit is Bjarren, oftewel Blevius, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2015, met Blevius natuurlijk. Vandaag gaan we rijden van Amersfoort naar Utrecht in deze DDZ. En we gaan alvast even beginnen door de richtingsschakelaar naar voren te zetten. Zetten even de koersborden, zetten we natuurlijk heel eventjes goed. Wel lekker van belang hè, anders gaat het natuurlijk niet meer goed. En we zien dat het sein momenteel op rood staat, maar dat maakt niet uit, want hij is nou gelukkig oranje of geel. Wat je wel leuk vindt. We gaan even in de cabine zitten. Waar wij eventjes gassen... Oh, daar viel mijn controle. Dat is handig. Zo, ik heb hem weer. Oh. Er valt hier van alles op de grond. Nou, tot zover. Een goede voorbereiding is het halve werk, zegt ze maar altijd. En dan flikkert het weer op de grond. En dan ga ik op mijn toeter. En blijf nou verdorie eens een keer op dat normale ding zitten. Alsjeblieft, dankjewel. Graag gedaan. Zo. En hij valt gewoon lekker weer. Zo, blijf eens. Wat is daar nou weer aan de hand dan? Wat? Ik weet niet of je dat net zag, maar... Huh? Zag je dat? Die treinen reden gewoon los van elkaar. Huh? Ik weet niet of dat voor jullie zichtbaar was, maar die... Die trein die hing gewoon los net, hè? Die wagons, die reden gewoon net naast elkaar. Hoe dan? Heel erg apart. Nou ja. Maakt niet uit, we laten even onze passagiers natuurlijk gewoon even instappen. En dan gaan we de comments doen van episode... Even nadenken, dat wordt episode... 120, dacht ik. Even die aan. Richting schakelaar naar voren. Oh. Zo. Er komt nog ergens een DDZ in. Ja, nog een DDZ. We zijn dus hier in Amersfoort. En dan zullen wij zometeen rijden naar, even kijken, Den Dolder, Bilthoven, Overvecht. Utrecht, Overvecht, Utrecht. En dan, volgens mij moeten we nog afrangeren ofzo. Ik ga trouwens eventjes de cruise control instellen. Op 60. Wat lekker handig, denk ik. Zo. En dan zullen wij onze reis beginnen naar Den Dolder. Tenminste, wat de bedoeling hiervan is. Eens even kijken. En ik pak even de comments erbij van episode 120. Misschien wel lekker handig om te doen. Even kijken. We beginnen met de Dutch Gamer PS3. Die zegt van, je hoeft hem niet tegen het stootstuk te zetten. Nou, dat is mooi om te weten dat ik hem niet tegen een stootstuk hoef te zetten. Dan hebben we Harpert Alsemgeest. Hoe krijg je NS-treinen? Die moet je downloaden van www.christrains.com. Nou, dat is lekker handig, denk ik, of niet? Bert Hegger. Hoi Bjorn, ik zou het leuk vinden als je weer eens met de koploop van Roosendaal naar Vlissingen rijdt. Als Intercity stoppen op Bergen te Zoom, Kruiningen, Ierseke, Goest, Middelburg, Vlissingen, Soeburg en eindbestemming Vlissingen. Nou, vind ik ook wel eens leuk om te doen inderdaad. Misschien dat ik dan nog een keertje voor jou kan regelen. Het zou wel leuk zijn inderdaad om dat weer een keer te rijden. Leon Smit. Hallo Bjorn, ik heb een vraag. Kun je misschien het project Utrecht Centraal naar Maastricht of Amsterdam-Maastricht doen? Dat denk ik wel. Vast wel. Maar die bestaat alleen niet. Ik zeg gewoon ja, maar die bestaat niet, sorry. Friso komen, welke A6 gebruik je voor de rails? Nou, zoals ik altijd gebruik, volgens mij de Europese bladibladibla merk. Hidde Lokin, weet je wanneer je langs Breda kunt rijden? Nou, voorlopig niet, want die route bestaat gewoon simpelweg nog niet. Jasper Movat, bestaat er een scenario van Hoorn of naar Hoorn? Nee, sorry, die bestaat niet. Tenminste, dat denk ik. Trainspotten heeft het tot nu toe 0 dislikes. En ik hoop dat ik dat ook gewoon blijf houden. Dat zou ik wel heel fijn vinden. Maar ja, je kunt natuurlijk niks forceren. Giovanni Game. Ken je de route van Oldenzaal naar Zutphen? Weet je wat voor trein dat is? Ik weet dat het de Sintus is. Ja, daar rijdt altijd de Lint. De Sintus Lint rijdt er altijd. Sietse 345. Hey, bliefjes, geweldige episode. Of zit er nog wat achteraan? Oh ja. Ik moet me soms een klein beetje in om niet te gaan lachen als ik in de klas zit te kijken. Groeten uit het altijd drukke Rotterdam.
Ja, op school moet je wel een klein beetje blijven opletten, hè? Michel Keulen, hoe kan ik het spel... Hoi, kan nieuw spel F1 2014 of Formule 1 2014 te veel spelen? Nou, ik denk niet dat ik het ga spelen, want ik hou niet zo van race spelletjes. Waarom flikkert dat ding er nou continu vanaf? Ik word er zo ontzettend simpel van, hè? Als dat USB-hubje nou gewoon eens blijft liggen, dat zou wel eens heel erg fijn zijn. Zo, blijf. Eens even kijken. Polga MSB, een hele leuke video. En kan ik met de Vechtdaallijn ook naar Emmen in rijden? Volgens mij kun je met de Vechtdaallijn alleen maar naar Hardenberg in rijden. Uit mijn hoofd. Fabian Bakker, hoi bliefjes, kun je een keer in de Groningen Spurt Arriva rijden? Een mooie video. Ja, ik kan wel een keer in de Groningen Spurt rijden, dat is op zich geen probleem voor mij. Ik bedoel, ja, zoals ik al zei, het is voor mij op zich denk ik geen probleem. Michel Hartog, hey bliefjes, mag ik iets vragen? Hoe zet je een trein in Train Simulator 2014? Nou, je moet ze dus kopen bij Quest Trains. Alleen als je nog 2014 hebt, zou ik je eerst even aanraden om up te graden naar 2015. Omdat dan dat de laatste versie is en die wordt ook zeg maar reeds ondersteund. Dus, dat wil ik je wel even aanraden. Zeekwam Friet, moest je nog niet rangeren? En kun je alsjeblieft ook een keer van Utrecht naar Baarn rijden of andersom? Natuurlijk weer een leuke video. Utrecht-Baarn. Jawel, dat kan ik wel eens doen. Is wel op zich een leuke route om te rijden, denk ik. Daan Spruit, beste beliefjes, ik dacht dat je had horen zeggen dat je een scenario had gemaakt. Is dit ook ergens online? Oh. Ja, als ik een scenario maak, is hij altijd te vinden op het trein.forum. Volgens mij moet dat gewoon zijn geel zijn. Oh jee. Rem, geel zijn. Hartstikke yellow. Dan is vaak die volgende nog een keer rood. We zijn natuurlijk nog veel te vroeg eigenlijk, hè? We hoeven hier pas om 10 te zijn, of om 10 over, dus... Ja, ja. Teun Railfan, hey Bjorn, komt er nog een episode van Truck Simulator? Ja, die moet ik inderdaad wel weer eens een keertje opnemen. Ik weet niet hoe het met mijn planning zit, misschien dat ik er al eentje heb gemaakt, dat die al een keer gelanceerd is. Maar, ik zal het eens even voor jou nakijken. Ik heb hier trouwens een keer... op tap gedrukt en ik ben toen door rood ingereden, maar toen ben ik ontspoord. Dus ja, dat was niet heel erg slim, denk ik. Dus ja. Dus ik blijf hier wel even netjes wachten. Want we hoeven hier nog langer niet namelijk in Den Dolder te zijn, maar ik ga wel even kijken wat er nou aan de hand is. Is er misschien een wissel die verkeerd ligt? Die wissel ligt in mijn ogen volgens mij min of meer verkeerd, of is het nou... Of ligt die verkeerd? Die ligt ook nog verkeerd. Ze liggen min of meer allemaal verkeerd. Welke ligt nou eigenlijk niet verkeerd? Op welk perron moeten wij? Perron 1. En wij zijn... Daar. Volgens mij moet die firm dan eerst of zo. Lijkt haast op. Is ons ding nog op rood? Ja, nog rood. Ga even kijken wat die firm anders doet. Die niet al te snel doorrijdt eigenlijk. Ik ga al zo wel weer verder met de comments hoor, maar ik haal even mijn hoofd bij dat sein voor nu. Oh, die firm die moet eens oversteken schijnbaar. Dus we moeten even wachten tot die firm bij ons voorbij is gegaan. Klopt dat wat ik zeg? Nou, dat klopt eigenlijk wat ik zeg. Hij gaat toch niet op ons af hoop ik hè? Nee, dan is het goed. Oké, de firm mocht dus voor. Oké, firm voor. Even kijken. Dan hebben we nog Danny Kremers. Wil je nog eens een keer Minecraft opnemen alsjeblieft? Ja, dat komt nog wel goed. Minecraft ga ik nog wel een keertje spelen, denk ik. Nou, schiet een beetje op met het groene zijn. Dankjewel. Nou, dat mag ook. Dan gaan we even met vol gas even naar het station inscheuren. Eventjes kijken. Spirit Stokman, hey bliefjes. Gaat Crush Trains ook een route maken in Heerlen Maastricht of voor de Spurt? Ik denk het haast niet. Maar dat zijn dingen die ik dan denk, hè? Eens eventjes kijken.
The Kings of the Shadow, de film wordt gemoderniseerd. Oh, werkelijk. De film wordt gemoderniseerd, mijn god zeg. Wat gaat daar dan uitkomen als de film nog een keer gemoderniseerd wordt? Bo Dortland, hoi Björn, wil je een keer mijn spel MSTS spelen? Ja, zodra ik die ooit werkend krijg op mijn computer, zou ik dat spel heel graag wel willen spelen. Tim van Rooyen, hey verliefjes, kan je de Keulen Amsterdam Express even downloaden? Ja, ik weet begon niet waar ik dat scenario kan downloaden. Dus dat is een beetje lastig voor mij. Ik doe even de deur open hier. En dan zijn we precies op tijd volgens mij. Mr. Swag Swag. Leuk. Maar ik vond de episode met de 1800 nice. Oké, dat mag. Wesley van der Manden. Is het mogelijk om naar het Spoorwegmuseum Utrecht-Malibaan te rijden? Zo ja, zou je dat een keer kunnen doen. Dat is zeker wel mogelijk. Mr. XX, Daniel XX, je hebt bijna 2000 subs. Ondertussen heb ik er nu al 2000. Dus, top. We mogen even verder rijden, denk ik. Zo. Buspotter Channel, wanneer de episode met de route die je gisteren hebt gemaild om te testen? Oh, dat is volgens mij nog de route met de tram, bedoelt hij volgens mij nog. Dan moet ik nog steeds even een keertje naar kijken wanneer ik daar tijd voor heb. Maar dat komt wel vanzelf goed. Eventjes de... Even kijken. Deze... Oh! Oh, zijn er van die bugs zijn, hè? Ja, dat dacht ik al. Bugs zijn er. Mensen, ik ga toch eventjes... Ik heb vaak nog uitgelegd, bugs zijn er die op geel staan, die negeer ik gewoon. Dat is gewoon voor mij dikke halawalla. Dat zou mij even een dikke poepzorg zijn. Anders moet het bugs zijn er. Zo. Ik zie hier trouwens ook helemaal geen scène. Vind ik ook heel raar trouwens. Oh, dat is een leuke trein. Maar goed. Ja, het zal wel waar zijn. Nog niks aan het handje dus. Wesley de Haar, leuke video. Net als altijd dat je de comments doet van de Together met Wouter. Ja, tuurlijk. Geen probleem toch? Ik vind het ook leuk om de comments te doen. Dus zodoende. Ja, ik ben nog steeds doorrijden, dames en heren, dus ik vind het helemaal goed. Ik rem even wat af. Want we naderen het station al een klein beetje. Nicky van Helden. Oké, 16:09. Verdwaalde BR110. Doet hij ook maar één keer? Ja, dat ga ik vanuit van wel, ja. Jordi Appello. Hey, bliefjes, leuk dat je mijn vraag wou beantwoorden. Alleen jammer dat je mijn achternaam verkeerd zei, maar top, ga ze door, PS, je spreekt uit als Apollo, met 1P, Apollo, oké, sorry daarvoor. Ruben van Tilburg, weer een leuke video, nou gelukkig dat jullie hem ook hartstikke leuk vonden. En dan hebben we nog Bert van Münsten, leuk die rit in de coupé, een keer wat anders, toppie. Ik kan zondag alleen meer genieten van de livestream, maar ik kan er... niet op reageren. Ik moet een account hebben, dus daarom. Ben benieuwd wat voor routes je gaat doen. Nou, de livestream is natuurlijk al geweest. Maar gelukkig dat hij er wel bij was. Zo, en dan gaan wij nog eventjes hier in Beeldhoven. Dan gaan we hier heel eventjes wachten tot we weg mogen rijden. Is dat zijn daar trouwens in de verte nou op rood of zie ik het nou verkeerd? Beeldhoven en dan gaan we nog naar Overvecht heen. Oh, verkeerde knop. Die. Is dat nou op rood? Ik zet op rood. Waarom? Gaarse. Approved. Ik ben niet overtuigd. Ik denk dat het een verkeerde approved is. Want anders zou die wel op... anders zou die wel op dinges moeten staan. Op geel. En dat was net als de vorige keer. Toen dacht ik ook dat dat wel kon. Hey. Oh. We moeten nou gewoon direct naar Overvecht heen. En dan moeten we om 18 moeten daar zijn. Nou, ik weet niet hoor, maar... Volgens mij mogen we nog niet doorrijden. Misschien er nog iets voorhang of zo, of... Ah, nee, nu mogen we wel rijden. Alhoewel. Zal ik nog eerst even nakijken? Centreer spelen.
Nee, de wissels liggen wel goed. Oké, okay, nou. Dan geven we gewoon gas. Of tractie. Dan geven wij gewoon tractie. En dan gaan we richting Utrecht-Overvecht. Zo. Vol gas, zou ik maar zeggen. Na de 140 heen. Dat is ook wel een mooie snelheid, hè? 140, gewoon lekker scheuren. Naar Utrecht. Overvecht. Nou, zo, laten we nog even gas geven, of tractie geven, zolang het nog kan. Straks even afremmen naar 100 in. Een mooi stukje om te rijden. In het mooie Midden-Nederland. Zo. Even tractie loslaten. En daar in de verte zie ik alweer dat ik moet remmen. Dus laat ik hem even op de rem gaan staan. Kan ik mooi de koerscontrole op 100 laten staan, denk ik. Zo. Oh, dat zijn de ruitwissers. Dat is de koerscontrole. Veel beter. Nou, nog even in het personeelsaanzicht kijken. Of het... Ik bedoel natuurlijk de cabine. We kunnen niet naar links of rechts in gaan, maar goed, dat maakt niet uit. Gaan we zometeen volgens mij over die mooie... hoe heet het ook weer? Over die mooie tunnel. Of over die verhoging, zo mag je het ook zeggen, denk ik. Of gaan we niet over die verhoging? Hé, hey, daar komt een mooie 1800 voorbij gescheurd. Alles staat nog mooi lekker op groen, dus we kunnen mooi door blijven rijden. Oké, okay, had ik niet zo snel moeten zeggen, denk ik. Dus kijken wat de volgende sein voor ons aangeeft. Voor mijn eigen 60 aan, oké. Okay. Even de cruise control er vanaf. Oh, hij geeft 80 aan, dat kan ook. Ja, ja. Ik hoor je wel. Zo. Wat zegt dat ding in de verte daar, wel? Dat is gewoon geel. Nou. Hé, hey, die hefbomen, die ging... Komt misschien wel een trein naast ons eraan, volgens mij. Moet het om 18e zijn? Nou, dat is wel vrij netjes gelukt, denk ik. Oh, eentje verder. Zo. Nou, kom op. Dus even netjes 40 rijden. Ja, ik hoor je wel. Zo, dames en heren, het volgende station is Utrecht-Overvecht. Ik had wel gelijk dat er nog iets anders voorbij kwam scheuren. Het bleek nog een koplopertje te zijn. Die eventjes gezellig met ons mee zou willen scheuren. Helaas moeten wij hier afremmen. Oh, die koploper schijnbaar ook. Moet die allebei afremmen? Nou, dat is leuk. Gaan we ook allebei tegelijkertijd stilstaan of zo? Nou, dat ging behoorlijk synchroon, dacht ik, of niet? We zijn hier alleen wel te laat. Oeps. Nou ja, niks aan te doen. Even die deur, even die remmen wat lichter doen, of we helemaal gek ervan. Ik zal vast wel een kruisje hier te staan krijgen. Ik bedoel, als ik met 80 over die wissels had ingescheurd, was het geen probleem geweest. Maar ja. Natuurlijk wel een beetje raar.
En die staat trouwens op rood. Oh, die koploper in voorrang. Oké, dan blijven wij wel even lekker wachten. Kruisje. Boe! We hadden het ook uitgemaakt eigenlijk, helemaal niks. Ja, schud er maar snel vandoor. Ik wil ook groen hebben, alsjeblieft. Ik denk dat we ondertussen wel een klein beetje naartoe kunnen sneaken, denk ik. Gewoon heel langzaam een klein beetje tractie geven. Gewoon even om die mensen allemaal een rot gevoel te krijgen dat ze de trein gemist hebben en zo. Vinden ze vast hartstikke leuk. Oké, wij krijgen nou 80. Laten we dat maar doen. Dan scheuren wij er met 80 vandoor. Zo. Kan gewoon. Zo. En dan gaan we nou naar ons eindstation Utrecht Centraal rijden. En dan volgens spoor 12. Spoor 12. Nou, alles mooi nog op... Oh, we mogen zelfs die 100. Nou, dan vervolgen we toch op de koerscontrole gewoon een klein beetje. Zo. Even een beetje afremmen. We komen in de buurt van een soort van 80 zone. Ja, ja. Dikke piep heb ik jou daar. Ja, even afremmen naar de 40 in. Staat daar een firm nog op de brug te wachten. Ik weet niet of hij wacht op mooi weer, want dan kan hij lang blijven wachten in ieder geval. Zo! Station Utrecht. Waar we helaas maar met 40 naar binnen mogen rijden. Met deze legendarische snelheid. Een legendarische snelheid natuurlijk. Er staan hier best wel veel treinen als je er nog zo nagaat, hè? Maar dat hoort misschien ook wel zo. Er horen hier behoorlijk veel treinen te staan. Ik zou alleen niet weten waar perron 12 is. Ik denk al een behoorlijk stukje verder. Oh, gewoon hier dus. Daar dus. Zo, maar ietsje verder doorrijden naar perron 12B. Even een cruise control vanaf halen. Beetje remmen. En dan is dit perron 12B. En laten we hier nog even de mensen uitstappen. En dan gaan we daarna de trein rangeren. Dat kan ik niet verklaren. Maar ja, maakt me ook niet zoveel uit. Even een paar lampjes hier aan doen. Misschien onhandig, want het wordt hier ondertussen bij mij op de kamer best wel donker. Maar goed, ja. We gaan zo meteen dus de trein even rangeren. Tenminste, dat is mijn plan. En dan kunnen we de episode min of meer beëindigen. Zo. Maar ja, we natuurlijk wel even wachten tot je het tweede ding hoort. Dat is handig.
Zo, dames en heren, dan gaan we even dit trein rangeren. Volgens mij gaat alles nog wel goed met de sein en dergelijke, toch? Alles mooi op geel, prima. Oh, we zetten hem even op dit opstarttreintje neer. Heel leuk. Even netjes de trein wegbrengen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze episode. En dan wil ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken natuurlijk. Als je de episode leuk vond, geef dan even een duimpje omhoog als gevolg van een leuke comment die ik misschien voor jou de volgende keer kan behandelen. En heb je een, wil je meer van mijn video's zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal voor meer gave, awesome video's. Zo. Dames en heren, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.